Gedrag. Waar komt het eigenlijk vandaan? Gedrag is niets anders dan een blokkendoos met verschillende ervaringen en lessen die het gedrag van een persoon definiëren. Wanneer we iemand sociaal of asociaal vinden, beoordelen we dat vanuit onze eigen blokkendoos. En hoewel er heel veel dingen invloed hebben op hoe we ons gedragen, je afkomst, leeftijd, geslacht, opvoeding en bijvoorbeeld opleiding, moet je toch echt leren om sociaal te zijn. Dat doen we in eerste instantie door onze eigen ervaringen. Doe jij iets en wordt dat gedrag positief beantwoord, dan word je gemotiveerd om die gedragingen te herhalen. Want blijkbaar doe jij iets wat geaccepteerd wordt door de ontvanger. Maar denk ook aan de opleiding die je krijgt wanneer je naar school gaat. Maar zelfs media en bijvoorbeeld boeken of films kunnen invloed hebben op je gedrag. We noemen dit socialisatie. Binnen de sociologie kennen we hier 3 niveaus van. Primaire, secundaire en tertiaire socialisatie. Die eerste vorm van socialisatie, primair, krijg je vooral mee als kind. Je leert hoe je met elkaar omgaat in een gezin en leert wat je familieleden als normaal zien. Jouw opvoeders leren je hoe je om hoort te gaan met anderen buiten die gezinszetting. Je leert dat je bijvoorbeeld respect hebt voor de politie. Ja, of misschien wel helemaal niet. Dat ligt ook weer aan het gedrag van jouw opvoeders. Veel van dit soort lessen krijg je impliciet mee. Simpelweg door hoe de mensen binnen jouw gezin zich gedragen ten opzichte van elkaar en hoe er gepraat wordt over mensen buiten het gezin. Tot het moment dat een kind naar school gaat, denkt ze vaak dat de manier van omgang overal hetzelfde is. Omdat dat nou eenmaal jouw kader is. Je blokkendoos is nog heel klein. Door interactie met andere kinderen leer je dat het ook anders kan. Hier start de secundaire socialisatie. In de jaren dat jij naar school gaat, krijg je in eerste instantie kennis mee die je voorbereidt op de toekomst. Van een paar uur op je stoel zitten, zelfstandig leren, tot je professioneel opstellen binnen een werkomgeving. Naast dat je binnen een school op die geordende manier les krijgt, leer je ook jouw sociale kader te verhouden met die van een ander. Niet alle blokkendozen zien er hetzelfde uit. Je leert hoe ga je om met visies van een ander. Hoe communiceer je met iemand waar je het wel of niet mee eens bent. En je leert wat voor mensen passen bij jouw sociale kader. Je neemt blokjes van de ander over en je deelt ze zelf ook uit. Door die interactie krijg je vrienden en leer je wie er bij jouw omgangsvormen passen. Dan vraag je je misschien af, wat is die derde tertiaire vorm dan? Naast de omgang met mensen hebben we natuurlijk ook nog te maken met invloeden van buitenaf. Denk aan televisie, social media, magazines en films. Al deze media zenden beeld uit van hoe iemand zich binnen een bepaald kader zou moeten gedragen of eruit moet zien. Jij kan hierdoor beïnvloed worden en je gedrag op aanpassen. Wanneer je ziet dat iemand binnen een bepaalde groep altijd een bepaald kledingmerk draagt of op een bepaalde manier met bijvoorbeeld een collega omgaat, dan kan het zo zijn dat jij je gedrag aanpast omdat je bijvoorbeeld bij die groep wil horen. Het schetst ook een beeld van situaties waar je zelf misschien niet zo vaak in belandt. Mocht zo'n situatie zich dan wel voordoen, hoe gedraag je dan? Vaak spiegelen mensen zich dan naar het gedrag wat ze al eens zagen op tv of in een film. De wereld heeft dus ook invloed op hoe jij je leert gedragen. Zoals we in het begin al vertelden, gedrag is niets anders dan een blokkendoos met verschillende ervaringen en lessen die het gedrag van de persoon definiëren. Die blokkendoos is het kader waaraan je refereert. Je referentiekader. In elke nieuwe situatie neem jij alle kennis die je weet of denkt te weten mee. Het fijne hieraan is dat je kan beoordelen of je die situatie vertrouwt, of iets je zal interesseren, of wat jouw positie binnen de situatie zal zijn. Maar er ligt een gevaar op de loer. Omdat jij alleen vanuit je eigen kader refereert, kan het ook zo zijn dat je een situatie verkeerd inschat. Simpelweg omdat je die nog nooit meemaakte. Of omdat je de situatie bijvoorbeeld overschat. Met het risico dat je er fout in gaat. Gelukkig is je referentiekader niet van beton. Wanneer je je bewust bent dat er veel buiten jouw eigen referentiekader bestaat, geef je dat ook ruimte om te leren. Dan is zo'n fout dus ook helemaal niet erg. Hoe bewuster je ervan bent dat andere mensen andere ervaringen hebben en zich daarom misschien anders gedragen,
hoe flexibeler je kader zal zijn. Hoe jij een situatie beleeft, hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn als het beleven van een ander. Neem alleen al het lang spelende verschil tussen de beleving van mannen en vrouwen. Wat voor een vrouw vanuit haar referentiekader normaal kan zijn, kan voor een man over een grens gaan. Een mooi voorbeeld is het dragen van een legging. Je wordt altijd de hele dag beïnvloed door wat je ooit leerde. Dat maakt jouw blik uniek. En je wordt er ook door bevooroordeeld. Stel, Erik wordt gebeld dat zijn vriendin een ongeluk heeft gehad en in het ziekenhuis ligt. Hij komt de kamer binnengesneld waar 2 zorgprofessionals aanwezig zijn. Een man van middelbare leeftijd en een jonge vrouw. Hij loopt gelijk naar de man toe en zegt: dokter, wat is er gebeurd? De man kijkt langs Erik naar de vrouw achter zich. Ze zegt: ja, dat ben ik. Ze is aangereden door een auto. Maak je geen zorgen, het is niet ernstig. Gegeneerd wendt Erik zich tot de vrouw. Binnen het referentiekader van Erik is een arts eigenlijk altijd een man. Dat komt omdat hij dat ooit geleerd heeft. Hij van huis uit alleen maar mannelijke huisartsen heeft gehad. Vanuit zijn verwachting hoorde de rol van arts bij de man. Daar komt bij dat hij handelde in een stressvolle situatie, waardoor hij niet goed keek en instinctief afging op wat hem ooit geleerd was. Dat maakt Erik niet per se een onvriendelijk mens, maar het is in die situatie wel onhandig. De volgende keer zal Erik waarschijnlijk iets beter kijken voordat hij vanuit zijn vooroordeel handelt. Jouw gedrag zal altijd blijven veranderen door de dingen die je meemaakt. Wees je vooral bewust van het referentiekader van jezelf en van anderen. En zo kan je van iedereen iets leren.